De regeringsleiders zijn bij elkaar, regeringsleiders van Europa. En we gaan erover discussiëren over de vraag of welke richting we daarmee ingaan. En daar aan dat debat doet mee Thierry Baudet. En die heeft dit boek geschreven, Aanval op de Natiestaat. Dat zegt op zich al genoeg. Hij is rechtsfilosoof te Leiden. En mevrouw Corine Boortman, die is CDA-parlementariër. Maar nu zeg ik het een beetje mager. Want u bent vicevoorzitter van de EVP-fractie. En misschien weet niet iedereen wat de EVP-fractie is. Maar dat is eigenlijk de gezamenlijke partijen die lijken een beetje op het CDA, christelijke partijen. En die hebben 76 zetels in het Europarlement. Dat goed? Die hebben 280 zetels in het Europese parlement. 1/3 van de zetels, dus de grootste fractie in het Europese parlement. Wij zitten daar met 5 CDA'ers in. Ik ben vicevoorzitter. Ik heb eigenlijk de prachtigste portefeuille, de economisch-financiële. Dus alles wat met de crisis te maken heeft. Is dat een belangrijke functie, vicevoorzitter? Ik bedoel, wat doet dat? Nou, dat betekent dat je toch moet zorgen dat die fractie een beetje op één lijn zit. Op al die belangrijke onderwerpen, toezicht op de banken, hoe gaan we om met begrotingsdiscipline. Want als wij als fractie één standpunt hebben, ja, dan kunnen we vuist maken natuurlijk. Dan ben je al aardig op weg naar een meerderheid in het Europees parlement. Ja. En dat lukt aardig goed. En u bent erg pro-Europees, denk ik, hè? Nou, ik zit er eigenlijk met een behoorlijke Hollandse nuchterheid in. Maar het Europese samenwerking is heel erg belangrijk voor ons. Die euro, die brengt ons heel veel. Ik vind het prachtig dat we die Nobelprijs gekregen hebben. Eigenlijk een soort aanmoediging. Wie hebben die gekregen, zegt u? De Europese, 500 miljoen burgers ja, hebben die gekregen. Ja, allemaal aan tafel, hè? Wij ja. met z'n allen, inclusief ja, meneer Baudet. Die ja, misschien ja, gefeliciteerd. Ik zit ook hier zoals u ziet. Ja, het is natuurlijk om twee redenen belachelijk, die Nobelprijs. In de eerste plaats omdat de volstrekte mythe is dat de EU iets met vrede te maken zou hebben. De vrede die we de afgelopen 60 jaar gehad hebben heeft te maken met de NAVO, met de enorme bewapeningswetloop, met de Koude Oorlogperiode, met een opkomst van een democratisch Duitsland, met technologische, demografische ontwikkelingen. Heeft eigenlijk de EU vrijwel niets mee te maken. Maar het tweede is dat we natuurlijk nu zien, juist nu, dat de Europese Unie leidt tot enorme spanningen in Europa. We zien 25% van de Griekse bevolking zou nu op de neonazi-partij stemmen. En in de week waarin die poll uitkwam, wonnen wij met z'n allen de Nobelprijs voor de Vrede. Bent u nu nog volstrekt belachelijk? Oh, absoluut. Want als je kijkt wat we met elkaar gepresteerd hebben. Europa, we maken 8% uit van de wereldbevolking. Ja. Met 500 miljoen mensen. En we verdienen met elkaar zo'n 20-25% van de welvaart. Ja, we hadden het nog heel even over de vrede hebben. Eigenlijk. Hè? We hadden het nog even over de vrede. Ja. Want dat benoemde u als een aspect. Absoluut. Absoluut. Daarvan zegt maar meneer Baudet, dat doet er eigenlijk niet toe. Daar hadden we al een andere organisatie voor, namelijk de NAVO. Ja, maar dat is het wapengekletter. Maar we hebben juist zoveel bereikt door die economische samenwerking. Doordat we naar elkaar toe gaan, naar elkaar reizen, elkaar beter verstaan, die grenzen open zijn. En daardoor hebben we ook veel meer stabiliteit en welvaart gekregen. Dus we hoeven de wapens ook niet meer op te pakken. U kunt toch niet weglopen bij zijn argument dat u ziet dat er in verschillende landen in Europa juist ontzettend veel onrust ontstaat, waarvan Griekenland het prachtigste voorbeeld is. Nee, kijk, we hebben op dit moment te maken met een crisis. We zitten midden in een crisis. En hoe komt dat? Omdat de intergovernementele model waarin Frankrijk en Duitsland konden beslissen, voldoen we aan de regels of niet, dat heeft niet gewerkt. Daar zijn we met elkaar keihard tegen opgelopen. Maar van die crisis moeten we leren. En op dat hele belangrijke terrein hebben we eigenlijk revolutionaire stappen vooruitgezet in de afgelopen jaren. We gaan praten over waar deze dagen over gaat. Ja. En waarvoor de regeringsleiders bijeen zijn. Dat is namelijk om te kijken of je die Europese trein nog verder moet laten doordenderen. Ja. En de collega's van de NOS hebben daar een mooi grafiekje van gemaakt. En daar gaan we even naar kijken. De Europese leiders staan voor een moeilijke keuze. Volgens EU-voorzitter Van Rompuy moeten ze de afslag naar een begrotingsunie nemen. Maar iedereen weet, als je dat doet, is er geen weg meer terug. De regeringsleiders gaan dan onherroepelijk meer macht geven aan de Europese Commissie. Zo wordt er gedacht aan de oprichting van een gezamenlijk ministerie van Financiën. En er zou een aparte, nieuwe, centrale begroting moeten komen voor de eurolanden. Er wordt weliswaar geprotesteerd tegen de enorme bezuinigingen en er is veel weerzin tegen een machtige Europese Unie. Maar toch zouden de regeringsleiders verder moeten gaan op de ingeslagen weg. Misschien moet het nog op te richten Europees Ministerie van Financiën wel Europese belastingen gaan innen. Gezamenlijk Europese schulden gaan afbetalen. Of met Europese investeringen mensen aan het werk helpen.
Meneer Baudet zit helemaal wanhopig naar het plafond te kijken. Zo ergernisdekkend vindt hij deze voortgang. Kijk, het is allemaal textbook politieke filosofie. Dit zijn de dingen die iedereen die een beetje met politiek bezig is al 2000 jaar ongeveer weet. Als je begint met één munt, vroeg of laat moet je... we hebben verschillende begrotingen, dat moeten we coördineren. En dan heb je verschillende schuldenposities. Dat is toch wel heel handig als we dat een beetje samen doen. Nou, misschien het minister van Financiën. Wacht eens even, dit moeten we ook via één... rentestelsel toch een beetje gaan coördineren. Vroeg of laat kom je uit bij een politieke unie. Dat wist iedereen. Dat weet iedereen. Maar dat wil ook misschien iedereen. En dat is nou precies de schande van de Europese Unie. Het is door de strot gedouwd. Omdat de politieke leiders die dit per se wilden... wisten dat de mensen het niet wilden en niet willen. En wat we nu zien is de zoveelste... deze eurotop is de zoveelste schijnbeweging. Ik ben ervan overtuigd dat er niet een helder akkoord uit gaat komen. Er wordt een rookgordijn opgetrokken voor alle ingewikkelde maatregelen. Laat het stuk voor stuk doornemen. Het belangrijkste punt wat u nu maakt is dat u zegt... het wordt door de strot geduwd, mevrouw Wortman. Kijk, dat vind ik wel een erg ridicule voorstelling van zaken. Want als je ziet wat we stap voor stap met elkaar bereikt hebben... We hebben niet stap voor stap iets met elkaar bereikt. Het is een gesloten kasten geweest, nog steeds Wat we met elkaar bereikt hebben, is dat we door die Europese samenwerking... en door die ene munt heel veel welvaart gebracht hebben. Maar wat nu het grote probleem is, dat doordat... de zuidelijke landen de kans kregen om er toch maar met de pet naar te gooien met hun economisch beleid, dat we daardoor in een onevenwichtigheid terechtgekomen zijn. En wie had dat kunnen verwachten? Als we één munt nemen, Baudet, maar geen centraal toezicht. Baudet, iedereen wist dat. Dus niet elkaar, niet elkaar. Romano Prodi was een van de oprichters van de euro. Die heeft recent nog in een interview toegegeven dat hij destijds, in 1992, met Kohl en met alle andere regeringsleiders heeft besproken, als we één munt nemen, dan krijgen we crisis. Hoe kunnen we dat oplossen? En daarover zei hij, het wijze antwoord was... we hebben nu deze stap gezet, de rest zal volgen. Maar, en dat is een schande. We hebben politici nodig die dat ook uitleggen... van welke stappen zetten we en wat is nodig. Maar u wekt de indruk dat als we maar bij Nederland blijven... en bij die natiestaat, dat we daarmee de Nederlandse burger dienen. Inderdaad. Maar die Nederlandse burger die verdient zijn geld over de grenzen. Europese Unie. Er is geen Unie is meer dan 1/3 van onze welvaart... komt daar vandaan. Ja, er is geen enkele reden waarom we niet kunnen handel drijven zonder Europese Unie. Er is ook niemand die zegt dat we moeten terugtrekken op de dijken. Dat zijn allemaal angstbeelden. Dat is een hele vuile manier waarop de eurofielen het debat vervuilen, systematisch vervuilen. U stelt het veel te simpel voor. Waar het om gaat is dat we met elkaar, wat we willen bereiken, is dat die Nederlanders nu, maar ook in de toekomst, aan een baan kunnen komen. Ja, we verdienen ons geld in Europa. Maar dan zullen we dat met elkaar ook moeten kijken. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Wij hebben die ene munt. En nu staan we op het kruispunt. Gaan we terug naar af. Heel graag, dat moeten we doen. Of zetten we die volgende stap... waarin we die economische samenwerking steviger maken. Een politieke unie hebben we helemaal niet nodig. Jawel, dat is wel de vergezichten, de vergezichten. Dit is dus een leugen. Het is belangrijk om het even te laten zien. Ook, ja, want er is niemand die nu... Dit is misschien even een punt. Want u zegt nu, een politieke unie heb je niet nodig. Nee, die hebben we niet nodig. We zijn begonnen ooit met een monetaire unie... vanuit de gedachte dat je uiteindelijk op die politieke unie uit zou komen. Toch? Dat was de wens die daaraan ten grondslag lag. En u zegt, daar hoeft niet. Kijk, het grote discussiepunt is natuurlijk, meneer Baudet... Het eindpunt is een federale staat à la Verenigde Staten. En mijn model van Europa is een unie van lidstaten... waarin we die gezamenlijke munt goed beschermen... door ook een gezamenlijk economisch beleid te voeren. En zeker stellen dat iedereen zich houdt aan begrotingsdiscipline. En wat moet je daarvoor doen om dat zeker te stellen? En daarvoor, om dat zeker te stellen, hebben we die begrotingsautoriteit nodig. Die is die eurocommissaris die dat spijkerrad kan vaststellen. Dus die macht zal naar Europa moeten gaan? Die macht die hebben we bij Europa gelegd. Ja. Maar wat eraan ontbreekt bij ons... daardoor krijgen we zo'n mistige discussie... dat wij politici hebben, meneer Rutte, die gaat naar Brussel... en die zegt van tevoren, nee, ik ben het er niet mee eens. En dan komt hij terug en dan heeft hij toch ingestemd met de plannen. Dat vind ik ook nu het grote makken van waar we in zitten. We zullen moeten kijken, hoe kunnen we die Europese Unie verder versterken? Hoe kunnen we die samenwerking versterken?
En als je dan zegt van nee, dat zie ik niet zitten en daar doe ik niet aan mee. En uiteindelijk dat wel doet, zoals nu in de kabinetsformatie. We zitten in een soort radiostilte nu, hè? We wachten af. Nou, als we dat 2 maanden voortlaten bestaan, dan is het straks december. Maar Rutte loopt dan worden gewoon de besluiten mee met mevrouw Merkel? Ja, als hij maar meeloopt met mevrouw Merkel, dat doet hij dan toch? Komt het nog wel goed. Maar dat doet uw partij, hè? Mevrouw Merkel, die werkt constructief samen. Ja. Die kijkt van, wat moeten we nu doen? Maar dat doet hij toch? Tot nu toe loopt Rutte toch keurig met mevrouw Merkel? Rutte mee? Zegt nee tegen de plannen waar Van Rompuy nu mee bezig is. Daar is hij toch erg defensief over. Er is geloof ik al bijna een akkoord over die bankenunie. De bankenunie, als het gaat om het toezicht, daar zegt Rutte, die stap zetten we. Dat doet hij samen met Merkel. Maar wat Merkel zegt, is we moeten ook kijken hoe we nu verder op economisch terrein, en ook als het gaat om onze gezamenlijke begroting, hoe we ook daar kunnen kijken, hoe kunnen we dat verstevigen. Ja, maar dan mag u even onderbreken, want meneer Baudet zit hier ook aan tafel. Ja. En hij zegt, het gaat, als het zo doorgaat, gaat het rechtstreeks richting die politieke Unie. En dat moeten we niet doen. En u zegt dat is eigenlijk niet nodig. Maar dat gelooft u niet. Nou, het is aantoonbaar onzin. Ik heb nog een ander boek geschreven. Dat heet Pro-Europa, dus tegen de EU. En daar leg ik dat ook in uit. Kijk, je moet een beetje uitzoomen. En het grote probleem van, ik weet niet of het onbegrip is of moedwil. Maar er wordt voortdurend in hele kleine stapjes gepraat. En tamelijk technische thema's. Waarin, ik begon er net al over, een rookgordijn wordt opgetrokken. En dat rookgordijn, dan denken mensen, nou oké, het zal wel, het is heel ingewikkeld, weer een crisis. Nou, laten we het maar even zo doen. Maar de grote lijn is dat er stap voor stap steeds meer bevoegdheden naar Brussel toe gaan. De minister van Financiën. Dus de minister van Financiën, dat is de enige manier om die euro houdbaar te houden. Dus. Dit is nog een tweede element aan de Europese Unie sinds 1992, want daar is het misgegaan. En dat is de open grenzen en het vrij vestigingsverkeer. Dat betekent dat je vroeg of laat toe moet naar een Europees immigratiebeleid, Europees asielbeleid, Europese verdediging van de buitengrenzen, met in het kielzog daarvan een Europese buitenlandse politiek. Die dingen tezamen, dus het ministerie van Financiën om de euro te redden en al die thema's om de buitengrenzen, dat is wat wij een staat noemen. Dus de Europese Unie moet een staat worden om te kunnen blijven functioneren. En als we dat nou eens gewoon heel eerlijk zijn, willen we dat? Willen we dat niet? Is het haalbaar of is het niet haalbaar? Gisteren of vandaag was er nog een poll op Radio 1. Hoeveel procent van de Nederlanders wil een Europese regering? 76% zegt nee. Met dat soort aantallen lukt het niet. Ik ook niet, meneer Baudet. En heel veel Nederlanders. Als u dat niet wil, maar u bent wel pro-EU, dan bent u onwetend. Ik wil een eurocommissaris die begroting discipline spijkerhard vaststelt. Maar wat we nodig hebben in Nederland is dat we daar ook het debat over voeren. En dat vind ik de grote makke. Vrijdag Van Rompuy, onze Europese voorzitter van de Raad, die presenteert een plan. Die presenteert dat via Twitter notabene. Dus die zegt, iedereen kan dat lezen. Daar zouden we in de Tweede Kamer ook het debat over moeten voeren. Maar de Tweede Kamer is op herfstvakantie. Daar wordt geen debat over gevoerd. En wat zeggen de partijen die nu de coalitie vormen? Radiostilte. Ja, en als wij de mensen in Nederland mee willen krijgen, wat moeten we doen om onze toekomst, onze banen zeker te stellen? Nou, dan wordt dat natuurlijk heel erg lastig, want dat kan niet in een radiostilte. En dan krijg je toch die mistige verhalen. Dat opgeven van nationale soevereiniteit, dat werd in de jaren 50 door minister van Buitenlandse Zaken Wim Beijen al bepleit. Die zei, die heeft zelfs toen het woord integratie als nieuw woord gebruikt voor de statenbinding. En die zei, ja, dat is alleen mogelijk als je een deel van je nationale soevereiniteit opgeeft. Ja. Discussie uit de jaren 50. Ja, en dat hebben we ook gedaan. Zeggen? Dat het blijkbaar al die jaren een herhaling van zet is geweest. En dat we hier aan tafel geen stap verder zijn, terwijl we 60 jaar verder zijn. Nou, we zijn nu zo ver dat het tamelijk onomstotelijk is geworden dat half-half concept niet werkt. En ik denk dat het misschien wat belangrijkste is om vanavond helder te krijgen. En kijk, daar is meteen ook het fundamentele verschil van mening tussen u en mij. Het model dat wij een unie van lidstaten zijn, waarin wij als Nederland doen wat wij gewoon zelf kunnen doen, maar waar het gaat om dat wij ervan afhankelijk zijn of Duitsland en Frankrijk en Italië ook een gezond economisch beleid voeren. Op die punten, daar stellen wij onze eigen toekomst in de schaal, als wij niet
niet dat met elkaar doen. Dus maar op de punten Europese... waar het nodig is, moeten we het met elkaar doen. Okay, en dat is het grote is verschil nodig. Met de Verenigde Staten van Europa. Een Europese minister van Financiën, dat betekent gewoon dat iemand in Brussel in laatste instantie beslist over alle grote financiële uitgaven van een land. Dus bijvoorbeeld een beslissing die wij zouden nemen over onze hypotheekrenteaftrek, die zal dan in laatste instantie niet meer worden genomen meneer in Den Haag. Baudet, en dat is nou juist het grote punt. Daarom ben ik ook wil ik ook niet weten van die term minister van Financiën. Want wij gaan over onze eigen begroting en maar dat moet ook al, zo blijven. Nou, we hebben het al maar gezien het gaat met die 3%-norm. Vorig die 3% kwam dit al aan de orde. Waar het om gaat is, ik herhaal het nog een keer, daar waar het een risico is voor andere landen, dus als wij de begroting uit de hand laten lopen, op al die vlakken is het nodig dat we landen aan de afspraken kunnen houden. Maar Nederland, als wij een goed en gewoon gezond beleid voeren, die 3%, dat was uiteindelijk in dit parlement een meerderheid die zei, dan moeten we ons aan houden, want de financiële markten nou die komen op ons af en dan moeten geweest. We dus veel meer rente betalen. Mag ik even een nuchtere vraag stellen, meneer Baudet? Meneer Schulz, de voorzitter van het Europarlement, die heeft gezegd, als Rutte komt, dan lijkt het net alsof hij het ergens mee eens is, maar dan gaat hij terug naar huis en dan is hij nergens mee akkoord. Dat zou u gerust moeten stellen. Maar kijk, Martin Schulz en Guy Verhofstadt, die hebben in principe gewoon gelijk. Wat zij zeggen is, als Europa wil functioneren, moet het gewoon een staat worden. En hebben we gewoon de attributen van een staat nodig. En hebben we gewoon een volk nodig. Dat gaat verkiezingen. Dus ik ben het in principe gewoon citaat ging om met Schulz en Verhofstadt. Alleen het probleem Rutte, is, de mensen willen het dat niet. Willen we niet. En de vraag Rutte wat ook ga je dan doen? Dus ga je dus een beetje voor. Draaien Rutte een beetje niet. Zoeken? Nee, zoals mevrouw wil? Of zeg je dat werkt niet? Meneer Baudet, ik zei, Rutte wil het ook niet. Het probleem met Rutte is dus dat hij tegen de ene zegt ik wil het wel. Tegen de ander zegt ik wil het niet. Niemand weet meer waar die staat. Maar de praktijk is dat het niet gebeurt. En omdat het niet gebeurt is Europa eigenlijk een lame duck. En gebeurt er niks. Nou ja, wat we dus zien is dat stapje voor stapje er steeds een beetje meer macht aan naartoe gaat. Ja. We eigenlijk steeds meer kwijtraken. Niemand weet meer waar de soevereiniteit nog ligt. Ja, maar hoe komt dat, meneer Baudet? Steeds meer irritatie. Hoe komt dat? Omdat wij hier de politieke discussie daarover schuwen. Als onze minister-president het eerlijke verhaal zou vertellen, zoals anderen in de campagne wel hebben gedaan, waar wil je naartoe? Als wij aan de Nederlanders laten zien van waar vinden wij dat Europa naartoe gaat, dan zou dat wat anders zijn. Ja, maar dan zeggen de mensen nee. Ja, maar u schetst het beeld. Dat heeft de verkiezingsuitslag. De verkiezingsuitslag is een andere. Er is eenmaal een referendum geweest, toen zeiden de mensen nee. Ja, maar de verkiezingsuitslag, als je kijkt naar de verkiezingsuitslag, is een andere. Half juli was het nog zo dat er een derde van de kiezers die stemde op uiterst links en uiterst rechts. U kunt niet volhouden als we nu in Nederland een referendum zouden houden Geert over de Wilders EU. Wilders heeft vervolgens fors verloren. Maar het ging net even over Martin Schulz. En die komt ook weer met die vergezichten. Maar wat mij zo stoort aan Martin Schulz is dat hij juist op het... Hij geeft af op Merkel. Maar juist op het punt van de begrotingsdiscipline, wat we daar bereikt hebben, dat afgedwongen kan worden, daar heeft Martin Schulz tegen gestemd. Dus die houdt juist de vooruitgang die zo nodig is tegen. We laten het hierbij.